fosfaatplafond ook het melkplafond? Of zijn er nog genoeg kansen om de melkproductie uit te breiden binnen deze nieuwe regelgeving? Hierover praten wij op Boerenbusiness TV. De gast is Herren Bartlema. Hij is specialist precisiebemesting en hij ziet een goede kansen binnen het fosfaatplafond. Legt u eens uit waarom u nog goede kansen ziet binnen dit fosfaatplafond? We hebben natuurlijk in de akkerbouw al gezien dat als je de meststoffen in de wortelzone plaatst, dat je veel minder verlies hebt, dus veel betere benutting kunt realiseren. Diezelfde technieken worden nu ook aanbevolen voor de veehouders. En wat kunnen zij daar concreet voor winst mee boeken? Als je bijvoorbeeld als je naar de graslandpercelen kijkt en je gebruikt daar machines die echt van kant tot kant bemesten en in de hoeken bemesten, dan kun je 20% meer grasproducten. Dat is gewoon een hele technische kwestie. Ja, en daarin komen ook heel veel indrukwekkende machines voorbij. Maar die machines zijn vaak toch echt voorbehouden aan loonwerkers. Ben je dan als melkveehouder echt afhankelijk van de vooruitstrevendheid van een loonwerker om hierin mee te doen? De loonwerkerssector speelt echt een hele belangrijke rol, want het is een kwestie van precisie. Dus als je dat goed wil doen, dat geldt voor de organische mesten, met sectieafsluiting. En wil je netjes alle percelen bedienen, heb je GPS nodig. Omdat de loonwerker wil opschieten, heeft hij brede machines nodig, dus die werkt heel graag met GPS. Maar de boer kan natuurlijk ook zoiets doen met een hele low-tech oplossing, door niet zo breed te gaan werken. Dan kan hij ook die precisie bewerkstelligen, dan werkt hij als het ware met een kleinere machine. Heeft hij die sectieaansluiting niet nodig, dus kan hij bijna dezelfde effecten bereiken die we met die loonwerkersmachines bereiken. En ik begrijp ook dat dit van invloed is op de ouderwetse kunstmeststrooien die we eigenlijk kennen. De ronde bak die rondstrooit, die moet gewoon de deur uit. Ja, de centrifugaalstrooier is eigenlijk een techniek van de 20e eeuw, van de vorige eeuw en eigenlijk van de 19e eeuw. Want het is gebaseerd op het met de hand breedwerpig toedienen van korrelmeststoffen, met de hand wegstrooien. Ja, en dat doe je eigenlijk met die centrifugaalstrooier nu op dezelfde manier. Door de lucht wordt het gegooid. Het kan nooit precies bij de kanten komen. Het zijn cirkels, dus het komt nooit precies in de hoeken. En dat hebben we in het programma Precisielandbouw nauwkeurig in beeld gebracht. En dan zie je dat je, als je een strooier aanzet, bedien je eigenlijk al een derde hectare. Ja, dat past niet bij de precisie. Maar wij zitten in Nederland natuurlijk met kleine percelen. Met veel watergangen, met hoge eisen. Er mag eigenlijk geen korreltje meer komen in die teeltvrije zone. Als boeren daar zich niet aan houden en ze krijgen een boete, dan krijgt niet alleen een boete, maar ze zijn ook hun toeslagen kwijt. Dus we hebben gezegd, we moeten de boeren equiperen met de machines, waardoor dat beter kan. En het blijkt dat je, doordat je het in de wortelzone brengt, je geen vervluchtiging meer hebt. Je hebt geen uitspoeling meer. Je krijgt een gedwongen hoge opname van de gas, van het stikstof in het gras en de fosfaat. Dus je krijgt een veel hogere productie, terwijl je het perceel veel beter benut. En bij elkaar betekent dat 20% meer ruwvoerproductie binnen de normen die je hebt. Ja, en dus ook meer melk. Maar dan kom je op de kringloopwijzer om de hoek kijken. Ja. Want dit is dus, dat klinkt al op zich als een kleine kringloopwijzer. Ja, dus in de kringloopwijzer, als je die bekijkt, blijkt uit alles dat als je de ruwvoerproductie weet op te voeren met binnen de bestaande mineralenplafonds, ja, dan kun je veel meer melk produceren. Is dit dan ook de oplossing? Want er wordt wel gezegd, kringlooplijst laat wat ruimte over voor melkveehouders om creatief te zijn. Maar maakt dit dan ook veel controleerbaarder? Ja, dit is dus een van de meest, ik noem het altijd het laaghangend fruit. Als we het hebben over creativiteit, is dit het laaghangend fruit. Je hebt heel gemakkelijk, kun je met de machines die er zijn, van dure loonwerkersmachines tot eenvoudige boerenmachines die er zijn voor het emissiearm toedienen van meststoffen. En bij voorkeur ook nog het kringlopen die eraan komen. Daarmee kun je die winst boeken die nodig is binnen de kringloop. Hè. Dus uit die kringloop blijkt dan krachtvoer verminderen, ruwvoer verhogen in het hele voerschema. Dat levert een enorme mogelijkheid om binnen dat plafond een hogere melkproductie te realiseren. Ja, maar dan is nog de vraag, past dit ook bij de melkveehouder? Want de melkveehouder was voorheen natuurlijk met die koe bezig, de melkproductie. En dit is een hele andere tak van sport. Opeens hebben we het over mest en ruwvoer. Je leest nu ook, bijvoorbeeld bij CZHV heeft een programma van akkerbouwmatig ruwvoer produceren. Ze moeten inderdaad van koegericht, moeten ze iets meer grasgericht gaan denken. Dat is inderdaad een transitie die nodig is. Hè. Ze moeten inderdaad met dezelfde, want als je kijkt wat er in de stallen en aan techniek aanwezig is, dan zie je al dat dat helemaal niet iets is waar ze voor uit de weg gaan. Hè? De vooruitstrevende, de gemiddelde veehouder. Dus er zijn natuurlijk altijd veehouders die hebben een voorkeur voor de dieren en minder voor het gras. Maar tegenwoordig zie je dat ze de lol van het optimaliseren
ook kunnen hebben bij de productie van gas. En dat is eigenlijk heel hard nodig nu, want daar valt gewoon veel te verdienen. Ik zeg altijd, met groen meer poen. Ze hebben aanstaande woensdag een bijeenkomst in Montfoort. Daar doen we met de Vereniging voor Bedrijfsontwikkeling aan het demonstreren van de machines die er zijn. Van wat ik zei, van de loonwerkers tot de boerenmachine. Daar wordt ook een toelichting gegeven op de kringloopwijzer en op de effecten van deze operaties op die kringloopwijzer. Maar dat is een begin in een reeks van demonstraties die we organiseren met zo breed mogelijk front. Dus we hebben genoeg kennis en we hebben ook genoeg mensen die aan mee willen doen in ons netwerk. Om in een hele korte tijd te laten zien van nou, dit zijn is de weg die we moeten gaan. Want de boeren moeten eigenlijk in het najaar al weten waar ze aan toe zijn. Wat ze kunnen. Moet ik een duur fosfaatquotum gaan aankopen? Hè? Moet ik fosfaatrechten gaan aankopen? Of kan ik het binnen de mogelijkheden, en het geldt voor extensieve en voor intensieve bedrijven, dat is het mooie. Het is helemaal geen Noord-Zuid of extensief-intensief tegenstelling die we brengen. Het is voor iedereen mogelijk om naar dit soort dingen te kijken en te zien welke potenties er zijn. Meneer Bartema, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Wilt u nou meer te weten komen over precisielandbouw of nog eens even rustig naar de machines kijken? Kijk dan op www.smartfertilization.org. Dit was weer een aflevering van Boeren Business TV. Hartstikke bedankt voor het kijken.